Ik ben de kusjesdief en ik kom een kusje stelen. Dank u. Zo lief. Hoe is het? Ça va vandaag, ja. Ja? Ik ben net gewassen. Ik vind, je bent nu nog make-upless, je hebt best veel puisten. Ja, maar het is al minder als vorige week. Ik ben heel blij dat ik al minder heb. Dus ja, er zijn er toch wel wat, hè? Ja, dat is typisch aan de zwangerschapshormonen, hè. Ja. Maar ja, het zal ook wel weer weggaan, zeker. Zo van kwaaltjes, wat heb je zo? Alleen maar heel moe. Ja, want van zwangere vrouwen wordt veel gezegd, allee, dat is eigenlijk gewoon een feit, die zijn vaak onpasselijk, die zijn misselijk. Overgeven, heb je dat? Nee. Nee, ik kan het benauwd uit. Alleen maar moe. Moe, hè? Ja. En ook een beetje bloedverlies, ja. Hè? Nu ja. En dan. Ja, dan wel, maar toch. Ja, ja. Maar het is allemaal goed. Allee, we gaan echt regelmatig op controle. We zijn zelfs extra op controle geweest, ja. Nog op nieuwjaarsdag. Ja. Alles is in orde, hè? Ja, alles is in orde. Maar toch, nu ben ik ook al 11 weken en 2 dagen vandaag. Dus als jullie deze video zien, ben ik toch al een beetje verder. Alleen ik heb mijn haar ook momenteel niet uit de knoop. Het is tijd voor koffie. Iets wat jij niet kan verdragen een ook, soep hè? Soep voor mij. Jij ging mijn soep opwarmen. Dat is toch iets wat je niet kan verdragen ook, hè? Dat stinkt. Nu vind ik dat stinkt. Ga mij een koffietje zetten, hoor. We hebben iets echt superleuk besteld. We hebben namelijk een speelmat besteld van Cityplay. En dat is zo'n heel erg mooie speelmat van de stad Antwerpen in ons geval. En die speelmat die is echt zo mooi. Ik ga het even tonen, ik heb ze hier even uitleggen in onze woonkamer. Kijk eens hier. Mooi, hè? En je ziet dus echt heel erg gedetailleerd, dus ook alle gebouwen. Ook heel erg toffe kleurtjes. En eigenlijk het leuke aan Cityplay is, je hebt echt verschillende steden, zo allemaal verschillende speelmatten. Heel erg leuk om met autootjes op te spelen. Of bijvoorbeeld, bij deze mat heb je ook nog een vliegveld. Dus je kan bijvoorbeeld ook nog wel met eigenlijk een vliegtuigje of zo erop spelen. Maar echt heel erg leuk om zo al die gebouwen te zien die we eigenlijk kennen. Vanuit België hebben ze Brussel en Antwerpen momenteel. Maar van Nederland hebben ze veel meer steden. Dus je moet zeker als keertje even checken op mijn website. Kijk eens hier. Wauw. Ik heb intussen onze zetel thuis achtergelaten. Nu zit ik in de zetel bij mijn mama thuis. En we zijn hier niet alleen. Kijk eens wie hier is. Dag Roan. Roan is druk aan het spelen. Ja. Met de mat die we hebben meegenomen. En dat is de mat van de stad Antwerpen. Ja. Een automat, hè? Een autobaanmat, hè? Zo'n een standaard. Je hebt zowel die matten en daar maken ze dus van. Oei, zit in de weg? Zit in de weg, hè? Van van verschillende steden bestaan er van die matten. Ja, onder andere Antwerpen. Ja. Hey, bijvoorbeeld hier herken je het station van Antwerpen. En hier herken mooi, hier zie je de zoo van Antwerpen. Die ligt er inderdaad ook achter. Kijk, en zo zie je het beter. En hier het stadhuis. Ja. Herken je het, Roan? Ja. En Roan is nu met zijn tractor aan het rijden in de stad. Hé, hey, manneke, waar zijn we hier aan het doen? Zijn we hier aan het rijden? Dat is hier dus wel een lage emissiezone, hè? Met mijn tractor. Hé, hey, straks ga ik u nog op de boot geven, hè? Dat is 250 euro, hè? Hé, hey, ga jij nog filmen met lekker? Straks smijt ik u in het schild. Van waar zit jij? Hé! Hé, maasje, dank nog! Dank u. Heb je lekker gegeten? Was het leuk spelen op de mat? Met pa. Kijk, Benny Hill die heeft hier net gedaan met eten, hè? Of Apu? Wat zeg je nog? Tegen onkel Jena, want dat is jullie. Dag, tot ziens. Dag, tot ziens. Net dat hij het wel leuk vond, hè? Ik denk het ook. Spelen? Ja. Dag. Doei. Dag, zeg. Het was een leuke namiddag met Roan spelen. Kilian die was er trouwens ook, maar die was eigenlijk een middagdutje aan het doen. Dus die hebben we eigenlijk niet gezien vandaag. Maar ja, we hebben hem wel heel eventjes gezien. Maar hij was in zijn bedje aan het slapen en hij lag er zo vredig bij. Maar we hebben echt wel een hele fijne namiddag. Dat was echt heel leuk ook met Roan. En er was ook nog een grappig momentje. Dat heb ik op Insta-stories gepost. Maar ik heb het ook even ook opgeslaan. Dan kan ik het hier ook in deze video plaatsen. En dat zie je nu. Ja. Roan die dacht dus dat dus mijn navelpiercing het neusje van de baby was.
Het was wel grappig. En hij was ook heel net aan het doen alsof hij ook zwanger was. Hij zei ook dat hij ook eigenlijk een baby in zijn buik heeft. Wat goed! Ja, het was schattig, hè? Het was echt super lief. Hoe dat Roan aan het doen was, het was echt ja, gewoon kei schattig, toch? Ja. Ja, en hij gaat ook een heel goed neefje worden voor de baby die erbij komt. Ben er hè? Zeker. Ik ben er ook zeker van. En hierbij gaan we ook deze video afsluiten. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.